Je wil een schabloon aanbrengen. Hoe pak je dat aan? Een lijst met alle benodigdheden en een stappenplan kun je na afloop van de film vinden op histor.nl. Daar gaan we. Een schabloon breng je aan met een mal die je koopt of zelf maakt. Op histor.nl kun je leuke schablonen gratis downloaden. Of je ontwerpt zelf iets. Eerst de mal. Print je schabloon uit op de juiste grootte. Leg hem onder polyesterfilm en snijd de contouren uit met een Stanley mesje. Zo, die is klaar. Maak de muur nu grondig schoon met warm water en histor-ontvetter, zodat de verf goed hecht. Na het drogen bevestig je de mal stevig met afplaktape op de muur. Roer de histor-muurverf goed door. Gebruik vervolgens een schabloneerkwast, die je zo eenvoudig zelf maakt. Vergeet niet om overtollige verf af te vegen, anders druipt de verf er straks langs. Breng de verf vervolgens met een kloppende beweging aan, van buiten naar binnen. Het liefst bij daglicht, dan zie je het beste wat je doet. Hou je kwast goed recht, zodat er geen haren onder het schabloon komen. Als de verf niet goed dekt, kun je nog een tweede laag aanbrengen. Klaar? Haal de mal dan meteen weg. Voorzichtig, zonder te schuiven. Bij een groot schabloon is een overheadprojector handig. Projecteer de afbeelding op de muur. Trek de lijnen dun over en kleur hem daarna zorgvuldig in. Denk ook eens aan Histor Metallic Verf om je schabloon extra speciaal te maken. Heb je de kwast later nog nodig? Wikkel hem dan in folie of plastic. Anders laten indrogen en weggooien. Check histor.nl voor extra inspiratie. Het stellen van vragen en de verfkluswijzer. Met stappenplan en benodigdheden. Veel plezier bij het aanbrengen van je schabloon. Dat is het betere werk. Histor.